Peter Stegwij is de eerste pachter van natuurmonumenten die exposeert bij het bezoekerscentrum. Zijn werk bestaat uit olieverfschilderijen van kenmerkende landschappen in de Wiede. Hoe trots ben je dat het geëxposeerd wordt in dit gebouw? Super trots natuurlijk, want dit is voor mij echt de eerste keer dat ik alleen exposeer. Yeah. Ja, en ik vind het echt geweldig. Ik vind het heel leuk. Hoe zijn de reacties van de bezoekers? Nou, ik zit even te kijken in het boekje wat er ligt. Dat was allemaal echt positief. Dus ik ga er weer door. Ja? Niks negatiefs bij. Wat is nou je favoriete onderwerp om vast te leggen? Nou, het zijn toch wel de landschappen hier in de buurt. Dat vind ik toch wel heel erg mooi. En toch ook wel wat dorpsgezichten en dat soort dingen meer. Maar de natuur, dat spreekt me toch wel het meest aan. En wat ben je nou het meest trots op? Welke schilderij? Het meest trots op? Het laatste schilderij is altijd het mooiste schilderij. En de laatste is geweest van Sluis toevallig. Ja. 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 Hoe lang doe je dan daarover om zoiets vast te leggen? Nou, het ligt aan wat voor stijl als je aan het schilderen bent. Als je dus echt fotografisch aan het schilderen bent, dan heb je toch wel een mooie... dan ben je al een paar weken bezig. Maar het ligt natuurlijk wel aan de stijl. Peter is al jaren rietsnijder in de Wiede. En op het land vindt hij de inspiratie voor zijn schilderijen over de landschappen. Ik heb mijn fotostijl altijd bij me. Dus ik maak vaak foto's in het rietland. Vind ik echt heel mooi. Ja, je schildert vanaf foto's? Meestal wel. Ja. Ook wel eens gewoon in de natuur, maar meestal vanaf foto's. De tentoonstelling is gratis te bezoeken van 2 januari tot en met 31 maart.